BIM staat voor bouwinformatie modelleren. En dat wil eigenlijk zeggen, je gaat een gebouw driedimensioneel gaan uittekenen en je gaat alles zo goed mogelijk uitwerken in dat 3D-model. Zowel de bouwkundige aspecten komen aan bod als de structurele aspecten. En het voordeel er is, je tekent in 3D, dus je gaat alle fouten eigenlijk op voorhand er al gaan uithalen. Waardoor dat je eigenlijk in principe twee keer bouwt, eigenlijk één keer digitaal en één keer in de praktijk. Zodanig dat je eigenlijk niet voor onverwachte feiten komt te staan als het eigenlijk in de praktijk wordt effectief gebouwd. Ook voor bijvoorbeeld de technieken. Als je technieken tekent, dan weet je ook perfect waar die in de ruimte terechtkomen en weet je perfect waar dat die buizen of leidingen moeten geplaatst worden, zodanig dat je eigenlijk in de praktijk ook geen problemen tegenkomt. De opleiding is uniek omdat het vooral ook BIM gerelateerd is. Dus je hebt ook opleidingen waarbij dat er vooral op CAD tekenen wordt gekeken, vooral tweedimensioneel tekenen. Hier is vooral het hoofdaspect het BIM-gebeuren, het driedimensioneel tekenen. Maar dat wil niet zeggen dat we het 2D-aspect links laten liggen. En dat komt er ook bij. Dus alles wordt ook driedimensioneel uitgetekend om dan achteraf 2D-plannen te gaan genereren die we ook in 2D gaan uitwerken. Het is een heel gedetailleerd pakket met AutoCAD en Revit en dat zorgt ervoor dat je wel blijft focussen op nieuwe dingen zien en ook ontdekken wat er in de bouw gebeurt achter de scherm. Als knelpunt beroep is deze opleiding zeer interessant om te volgen voor mensen die graag met computer bezig zijn en interesse hebben voor bouwkunde.